In ieder geval vandaag zijn we hier aan het vergaderen vanwege de oprichting van een eventuele Taoïstische vereniging in Nederland. Er zijn inmiddels 58 belangstellenden in de groep, dus dat is heel goed. Dat is van 0 naar 58. Er zijn een aantal dingen die eigenlijk belangrijk zijn. Dus onder andere de stappen die genomen moeten worden. En wie zou er nog allemaal deel moeten zijn van de vereniging. En wat is het traject wat gelopen moet worden voor de doelen die we dan willen bereiken. Ik probeer het allemaal zo kort mogelijk te houden. Zodat we in ieder geval vandaag dat we de eerste keer eens kort kunnen houden. Dat gewoon kunnen uploaden via Facebook of wat dan ook. Misschien als we het onder de 10 minuten kunnen houden. Dat zal wel niet. Maar in ieder geval, de doelgroep is eigenlijk iedereen die geïnteresseerd in het Taoïsme is. En de uitnodiging komt eigenlijk vanuit de Taoïstische Associatie in Beijing. En inmiddels zijn we ook uitgenodigd door de Wereldfederatie voor Taoïsten. Die zit in Singapore, als ik me goed herinner. Of in zo'n soort stad in elk geval. En dat zijn los van elkaar opererende groepen die allemaal op een of andere manier het Taoïsme willen representeren. En het probleem met Taoïsme in China is natuurlijk dat het heel erg met politiek betrokken is. En andere eigenlijk ook op een bepaalde manier. En mensen in Nederland, over het algemeen, daar niet echt heel veel kennis van hebben. Dus dat is een groot probleem. Dan is er vanuit de Taoïstische Vereniging in Beijing, in China vandaan, is in ieder geval de opdracht om het zo onafhankelijk mogelijk te maken van China, om te kunnen erkennen. Dat wil zeggen dat er nog geen politieke of economische binding zijn met Beijing. Dus Beijing draagt niks bij. Het komt alleen als ze opgericht zijn. Er zijn bepaalde voorwaarden aan oprichting. En die ondersteuning die heeft bepaalde vormen en voorwaarden en dergelijke. En die hebben te maken natuurlijk uiteraard met het ontwikkelen van Taoïsme. En natuurlijk een bepaald beeld van Taoïsme misschien ook nog wel wat ze in hun hoofd hebben. Maar dat ligt uiteindelijk bij onszelf. Nou kun je Taoïsten in principe onderverdelen in twee soorten. Dus aan de ene kant mensen die religieus Taoïsten zijn, zoals wat ik dan geacht word te zijn. En mensen die geïnteresseerd zijn in Taoïsme. En de mensen die geïnteresseerd zijn in Taoïsme, dat zijn er op zichzelf veel meer. De mensen die echt religieus betrokken zijn bij Taoïsme, dat is heel weinig. En de kunst is om zeg maar, die mensen bij elkaar te verenigen, denk ik, in één organisatie. Waarbij iedereen zijn eigen ding kan doen. Alleen waarbij de internationale verenigingen kunnen zien dat we inderdaad serieuze Taoïsten zijn. Dus geen vrijzinnig Taoïsten in de zin van dat we maar doen waar we zin in hebben. Ja, dat is wat belangrijk is. Dus er moet wel een bepaalde rode draad in zitten ten aanzien van Taoïstische studies. En dit doe je dan los van Wudang? Nee, helemaal los van Wudang. Ik weet wel dat mijn leraar, juist wanneer die wil graag dat ik een Taoïstische associatie opricht die alleen aan hem gehoorzaam is. En mijn broer Li Ming die wil graag dat alles via hem loopt. Zodat alles via, dat hij er het meeste profijt van heeft. Want hij wil dan de primaire opdracht krijgen van de stichting, van de vereniging zijn. En dat is niet de bedoeling. Want het is niet de bedoeling dat we zeg maar dienen als een manier voor anderen om geld te verdienen. Maar puur dat we Taoïsme ontwikkelen uiteindelijk. De vereniging die opgericht moet worden, moet dus de belangen behartigen van iedereen. En vanuit de twee organisaties die ik noemde, is de bedoeling dat we een religieuze status krijgen als organisatie. En dat wil niet zeggen dat er niet-religieuze mensen daar geen plaats in kunnen vinden. Integendeel, want die dragen natuurlijk ook allemaal wat bij aan de beeldvorming en de vorming van de religieuze Taoïsme. Maar de bedoeling is vooral in eerste instantie dat een internationale samenwerking mogelijk is, een internationale status. Dus eigenlijk Taoïsme is een religie. En hoewel er filosofische aspecten aan zitten en Taoïsme op verschillende manieren beleefd en ervaren kan worden, staat een religie in eerste instantie centraal als organisatie eigenlijk. En in Europa heb je dat heel weinig. Dus wij zouden dan eigenlijk in Nederland de vertegenwoordiger van die religieuze organisatie zijn. En daardoor ook mogelijkheid krijgen om mensen hier naartoe te halen. Die daar dan eigenlijk aan bij kunnen dragen. Om mensen meer te leren over ritueel, over filosofie, Tao Te Ching, I Ching en geneeskunde. Allemaal aanvullend op wat op dit moment bijvoorbeeld door mijzelf ook aangeboden wordt. En waar ik dan misschien niet de beste voor ben om dat ook nog te gaan doen in dat opzicht. Dus dat is dan eigenlijk wat belangrijk is. Nou, qua doelgroep is dan dus duidelijk. Er zijn twee groepen, religieus Taoïsten en niet-religieus Taoïsten. En het volgende punt wat dan eigenlijk aan gewerkt moet worden is welke ideeën moeten gerepresenteerd worden. En
Als je naar de Taoïstische Associatie van Beijing kijkt, je kijkt naar de statuten van die vereniging, dan is het voornamelijk partij hier, partij daar, omdat de Chinese situatie helemaal zo is dat men allerlei politieke gehoorzaamheden en bevestigingen eigenlijk eist. We hebben de statuten als leidraad genomen voor de statuten die er nu staan en die bewerkt moeten worden nog, maar rekening houden met het feit dat het vooral niet te politiek moet worden in die zin en dat het ook rekening moet houden met bepaalde democratische en sociale vrijheden die wij hier hebben, zoals bijvoorbeeld tegen homohaat, enzovoort, waar deze organisaties vaak van beschuldigd worden. Maar de vertaalslag naar het westen van die statuten. Ja, eigenlijk naar moderniteit is ook gelijkertijd, waardoor iedereen daar zichzelf in kan herkennen, of die nou religieus of niet religieus. Maar je neemt ze over die statuten om die samenwerking goed te houden. Hoe zeg je dat ook? Er staan bepaalde grondslagen over Taoïsme in die statuten, en die nemen we eigenlijk over. Dat heeft puur met gedrag dingen te maken, zoals je netjes gedragen en zo, niet proberen aan te zetten tot haat. Dat soort dingen. Ja, dus dat zijn kleine dingen. Of moet je even de statuten doorlezen uiteraard, dat is het beste. En dan, daarnaast zijn er de stappen die genomen moeten worden. Verschillende organisaties hebben verschillende suggesties gedaan. En sommige daarvan zijn heel duur en sommige zijn heel goedkoop. En via Firma 24 kan ik het in principe vrij goedkoop doen. In principe een religieuze organisatie mag niet bij jou thuis geplaatst worden. Het moet dus op een niet-leefomgeving geregistreerd worden, maar het oprichten van een stichting op zichzelf kan dus thuis. Dus ik kan bij wijze van spreken vandaag een stichting starten en die kan ik gewoon bij mij thuis doen als adres, omdat ik werk hier natuurlijk ook, dus dat is net zo makkelijk. Ja. En als voorzitter, bijvoorbeeld als ik voorzitter word, dan is het ook net zo makkelijk dat het daar is, maar er moet nadat er een stichting opgericht is, moet een ANBO aangevraagd worden. En een ANBO is een speciale status, waardoor je kent het als religieuze organisatie. En daarvoor moet dan wel weer een onafhankelijke locatie gevonden worden. Waarbij een speciale toestemming van de eigenaar gevraagd moet worden om daar een ANBO-stichting te kunnen vestigen. Maar dus dat is ook nog wat van belang. Dus je kan dus niet zomaar een ANBO in een bedrijfsruimte zetten. Dat moet echt speciaal zijn. En het heeft wel voordelen, bijvoorbeeld als stichting zijnde en je bent een ANBO en je hebt bijvoorbeeld bepaalde belastingvrijheden die je als bedrijf niet hebt. Maar je mag natuurlijk ook geen winstoogmerk hebben, dat is wel belangrijk. Dat moet je van tevoren waarborgen en er zijn nog meer regels. En de meeste van die regels zijn al verwerkt in de statuten zoals die nu staan. Ja, maar hoe? Als je niet in een bedrijfsruimte mag zitten en niet thuis, wat blijft er dan over? Ja, je mag wel in de bedrijfsruimte zitten, maar je moet rekening houden met het feit dat de eigenaar toestemming moet geven voor ANBI is het trouwens, niet ANBO, maar ANBI. Wacht even, ik geef even de link er ook bij. Dit is van de Belastingdienst over ANBI. Dus die ANBI-code is dan eigenlijk het allerbelangrijkste. Die ANBI-code, daar zitten geen extra kosten aan verbonden, maar je moet erop rekenen dat het oprichten van de stichting ongeveer €400 gaat kosten, alles bij elkaar. Nou, Claudia, had jij op dit moment over dit proces verder vragen of opmerkingen of bijdragers? Had jij zelf al een bedrijfsruimte in gedachten? Ja, nou ja, ik heb wel een paar in gedachten. Maar alle bedrijfsruimtes zijn eigenlijk vrij duur. Hè? Dus ik had gedacht om het te combineren met een behandelpraktijk. Maar de goedkoopste ruimte is een kantorenbundel eigenlijk, hè? En dan kom je al gauw uit op iets van €800 ex-BTW met een beetje zo'n grootste behandelkamer die ik nu heb, zeg maar, soms wat kleiner. Ja, rare opmerking. Die groep waar je in Amstelveen mee bezig was met andere religieuze invalshoeken. Ja. Ook problemen tegen. Nou ja, de gemeente Amstelveen wil dat het een educatief centrum wordt. Dus de religieuze groepen krijgen daar waarschijnlijk geen plaats in. Ik ben benieuwd hoe dat werkt. Wat zeg je? Als individuele groepen komen ze het vraagstuk ook tegen. Ja, maar klopt. Ik blijf ook wel met je in gesprek om een plek te vinden. Maar we hadden dus gedacht dat het daar kon zijn. De gemeente Amstelveen heeft veel geld voor het pand betaald, waar het over gaat. En die willen dus daar geld voor terugzien. En die educatieve groepen die krijgen subsidie. Gegarandeerd, uiteraard. En daar kunnen wij in aanmerking komen zodra we eenmaal geregistreerd zijn als ANBI, maar tot die tijd kunnen we daar eigenlijk heel weinig mee.
Want er zijn natuurlijk wel allerlei registraties en subsidies die dan vrijkomen, hè, op het moment dat je dan als zodanig geregistreerd bent. Waar je, waar je straks als stichting ook wel deels al toegang toe krijgt, maar slechts heel ten dele. In ieder geval zijn er ook allerlei fondsen waar je gebruik van kan maken om activiteiten te ontwikkelen, zoals Oranje Fonds en zo. Oké. Dat gaat dus allemaal plaatje. Ja, er zijn natuurlijk leden, als er leden zijn, hè, stel je voor dat alle 58 leden in de groep mee gaan doen en allemaal lidmaatschap gaan betalen, dan bij de religieuze kerken die vragen dan vaak een deel van je inkomen of zo. Maar je kan in eerste instantie zeggen van oké, de vereniging moet levend gehouden worden. En dan betekent dat dat vanuit dat gemeenschapsgeld, hoewel het dan ook is, ook al is maar 5 euro per maand of zo, of 10 euro per maand, dan moet daar van een heleboel activiteiten ondernomen worden. De bestuur krijgt daar een vergoeding voor, geen salaris. En kunnen er subsidies vandaan, kunnen activiteiten verder betaald worden. Dan kunnen er iedere keer per activiteit een bepaald hoeveel vergoeding eventueel gegeven wordt. Maar het mag natuurlijk geen winstoogmerk zijn, dus je kan het ook niet echt als werk gaan zien. Maar het kan wel betekenen dat op een gegeven moment de vereniging misschien nodig heeft om een werknemer in dienst te nemen. In ieder geval moet de boekhouding buiten de penningmeester om, moet door een onafhankelijk bureau gedaan worden. En alles moet openbaar gemaakt worden. Nou heeft elke duivenvereniging wel een keet ergens. Ja. Zit dat op dezelfde niveau dan? De duivenvereniging heeft vaak een keet, gewoon omdat ze dat toevallig voor elkaar hebben gekregen. En voor een religieuze vereniging kan net zo goed een keet zijn, of een pand, of een kerk, of een kantoor. Dat maakt niet zo heel veel uit. Je flauw, maar dan denk ik ook in een ledingskap die dingen. Ja. En van wat zijn de wegen en wat eventueel lidmaatschap geld kan zijn. Kan je dat niet koppelen aan die Patreon? Aan? Patreon site. Kijk, dat is in eerste instantie, dat gaat natuurlijk over geneeskunde en gezondheidszorg. Maar omdat de Patreon is natuurlijk een Amerikaanse site, daar kan ik niet de stichting aan vastkoppelen. Die heeft dan even goed nog een eigen adres nodig. Ik kan wel een Patreon pagina maken daarvoor, hè, als medium. Maar wat belangrijk is, dat er pagina's komen waar meerdere mensen hun ei op kwijt kunnen eigenlijk. Dus er zou een Moodle zijn waarvoor eigenlijk praktischer zijn of iets soortgelijks. Ik bedoelde eigenlijk meer de logica dat de leerlingen zich dan via die weg ook een stukje financieel kunnen aansluiten. Ja, dat wel. Maar Patreon is natuurlijk heel erg internationaal bedoeld. Het is niet alleen voor Nederland. Dus er moet een aparte Patreon pagina komen daarvoor dan dus. En dat is dan alleen voor registratie. Maar ja, mensen moeten natuurlijk een creditcard of een PayPal account hebben. En het is praktischer om het gewoon heel lokaal te houden. Ja. Een aantal doelstellingen te stellen. Want ik denk dat er gewoon een Taoïstische school moet komen, waar mensen Taoïstische doelen kunnen leren. En er moeten gewoon mensen bij betrokken worden die daar dat dan kunnen geven. En of dat nou filosofie is, of religieus, of Taoïstische gezondheidszorg, of wat dan ook, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. En dat overlapt deels wel met mijn doelstellingen in het Taoland, maar niet helemaal, uiteraard. Nee. Ja. Ja, dus dat zijn dus wel mogelijkheden. Al goede opmerking van alles, ja. Maar een echte locatie is heel belangrijk. Waar die locatie is, ja, dat kan gewoon bij wijze van spreken iemands garage zijn bij een bedrijf. Ja, als er maar geregistreerd wordt. En er is een registratiemogelijkheid waarbij sommige bedrijven waar je alleen een bureau gebruik kan maken, maar dan kan je je bedrijf niet registreren. Nee, dus halve buitenland zit hier gewoon op bosbus in Nederland, maar wij kunnen niet. Ja, wij kunnen dat niet. Ja, nee. Nou, bij het KPNG-gebouw is daar wel een mogelijkheid voor, maar dan betaal je ook al 750 euro. En dan heb je alleen je bedrijfsregistratie daar en dan nemen zij de telefoon voor je aan en zo. Ja, precies. Ja. Ja, wij hebben ook zo'n bedrijf in Siri Karmak in Flevoland, die doet ook zoiets. Ja. Je koopt heel lege panden op en dan kun je als bedrijf er aanhaken. Ja. Klopt, ja. Je hoeft niet aanwezig te zijn. Maar de wet geeft aan voor het huren van dat soort plekken dat je er minimaal 1 of 2 dagen per week beschikbaar moet zijn. Dus dat staat ook in die ANBO-regeling. Je moet er altijd dagen per week, moet er iemand beschikbaar zijn. Oké, dus dat is beter als je praktijkruimte hebt, dan ben je er ook. Ja, dat is ook misschien al veranderd door al dat soort bedrijven als Google en Rolling Stones en zo. Ja, dat denk ik al. Dit is nog geen digitale plek. Ik denk het niet. Nee, voor de religieuze organisatie digitale plek niet. Nee, dat heb ik ook al gekeken. Er was toevallig laatst een organisatie die heeft erkenning gekregen. En op die erkenning
En die had toch al absurde doelstellingen. En die hebben even meer erkenning gekregen als religieuze organisatie. Oh ja. Dus het kan allemaal op allerlei manieren. Maar ja, ze moesten er ook al behoorlijk wat voor neertellen. En ze hadden echt al een groep van mensen die dat financieren. Dus, ik kan me voorstellen dat je ook nog goed moet opletten met wie je aanhaakt. Ja, ook, nou ja, locatie is locatie. En dat maakt in principe niet zo heel veel uit. Ja, goed. Ja. Maar het is ook wel belangrijk. En een beetje een plek waar, wat voor taoïsme wel belangrijk is, dat het ook een beetje aanzien heeft. Dus het moet niet ergens zomaar onder een schuur. Ja. Zoals mijn broer zijn leerling, die dacht van nou, dan doen we dat in Dordrecht, dat is makkelijk voor mij. Maar dat is gewoon geen, hoe zeg je dat, geen goede locatie, omdat voor Taoïsche organisaties is dat gewoon het eind van de wereld. Ja. Uit Amsterdam, op de Amsterdam metro-regio, waar ik dan zit, dat is dan eigenlijk wel een goede regio. Maar Rotterdam is dan minder goed, omdat het Amsterdam is. Er wordt toch in het buitenland gezien als een aanvulling op Amsterdam. Ja, Amsterdam ook waarschijnlijk. Dit is de hoofdstad, ja. Ja. En dat soort dingen zijn vaak toch wel weer belangrijk voor internationale samenwerking. En vlakbij Schiphol. Toch jammer van de Zijlstraat. Of de Haarlemstraat. Ja, maar ja, dat hou je toch wel. Met terugwerkende kracht blijft dat toch altijd een probleem. Maar goed, wie weet wat er gebeurt. Allemaal. Yes? Oké. Okay. Heb je informatie aan? Sorry? Heb jij hier voldoende informatie aan? Nou, ten aanzien van het lezen nu even en een beetje laten boven, tenminste, en laten waaien. Ja, ik ga gewoon dit filmpje ga ik morgen eventjes editen en stop ik hem op de Facebookpagina. En bij de meetup groep maak ik ook een link daar naartoe. En dan, hoe heet dat? Wat wil ik nou zeggen? Oh ja. Dan kan ik in ieder geval ook weer vast een nieuwe datum gaan plannen voor de volgende vergadering. Ja, en hoe duidelijker je kan maken aan de mensen dat het gewoon echt een meedenksysteem even is, dit gedeelte. Ja, nou, het moet sowieso een meedenksysteem blijven, maar ja. Maar ik merk zelf dat het ook wel een grote stap is, dat je het idee hebt dat je in iets groter stapt, dat je denkt, waar stap ik in? Ja, nou, ik denk dat voor Nederlanders over het algemeen een probleem is dat mensen vaak anti-religieus zijn en dan met Taoïsme bezig willen zijn, maar niet op een religieuze manier. En nee. Nederland is ook vaak bang om zich te organiseren. Dan krijg je verantwoordelijkheden. En dat is iets waar Nederlanders heel goed in zijn. En dat is ook de reden waarom Nederland echt tientallen jaren achterblijft bij andere landen met heel veel verschillende dingen. Mm-hmm. We zijn echt gewoon 25 jaar achter met heel veel dingen. Dit is een van de dingen waar we achter aan het komen zijn. Ik ben hier natuurlijk al 20 jaar mee bezig om mensen te verenigen. Ja. Nou, wat dan gelukt is tot nu toe. Hè? Enthousiasme genoeg. Maar vooral doorgaan. Ja. Oké, goed. Dankjewel. Nou ja, dan voor de volgende vergadering.